Mevrouw van der Plas, BBB. Dank u wel. Ik hoorde de minister net zeggen, en daar sla ik wel even op aan, daar kom ik ook naar voren, over de 50 tot 600 piekbelasters. En vervolgens zegt de minister van, ja, dan hebben we het wel over boeren, dan hebben we het wel over gezinnen. En bedrijven. Maar we hebben het toch niet alleen over boeren met 50 tot 600? Nee, maar heb ik dat niet goed begrepen? Want dat is wat ik hoorde. Van, we hebben het wel over boeren, we hebben het wel over gezinnen. Het zal maar op dat lijstje staan. Het zal maar jouw bedrijf zijn. En dan in de context van boeren. Dus daar wil ik wel even duidelijkheid over hebben. Dat we dus dat het niet allemaal boeren zijn. De minister. Ja, voorzitter, nee, zeker niet. En daarom bij het eerste blokje over de piekbelasters zei ik ook, het gaat hier over boeren, gezinnen en bedrijven. Juist om aan te geven dat het de volle breedte is. Industrie, boeren en gezinnen. Dit bedoelde ik in de context. Ik vind het voor boeren en gezinnen, als je op zo'n lijstje staat, zou ik heel erg vinden. Wat dat gewoon ook met mensen doet. Maar dat geldt ook voor de eigenaar van een fabriek die ergens staat. Mevrouw van der Plas. Goed, dat hebben we duidelijk. En ik wil toch even terugkomen op die enorme powerplay die we hebben uitgevoerd in Brussel met vier ministers. Vier ministers waarvan één een bakker achtergrond heeft, één een facility manager is, één een onderwijzer is en één zijn opleiding economie aan de Erasmus Universiteit niet heeft afgemaakt. Niks ten nadele daarvan. Onderwijzer, prachtig beroep. Bakker, prachtig beroep. Studeren Erasmus Universiteit, prachtig. Facility manager, deze minister achtergrond. Allemaal prachtig, maar geen enkele juridische kennis. Gewoon nul. Gewoon 0,0. Met 0,0 juridische kennis, ook niet over het Europees recht, gaan daar vier ministers naartoe. En dan hoor ik de minister zeggen van, nou, ze wisten echt niet wat ze overkwam daar. Vier ministers. Ja, sorry hoor, maar echt, dan schiet ik wel een beetje in de lach. De minister. Alsof die mensen, die eurocommissarissen, echt denken van, nou, nu komt er wat aan, jongens. Nou staan we echt te trillen. Ja, dan denk ik van, nou, dat lijkt me een beetje overdreven. Maar waar het om gaat, en dat zei de minister net ook even in het interruptiedebatje met de heer Epping. Wat de heer Epping zei, stikstof staat gewoon niet in de EU-eisen. En dat er arresten zijn, dat komt omdat Nederland zelf stikstof koos als sturingselement. En als een land daarvoor kiest, dan moet dat inderdaad uitgevoerd worden. En dat is wat Europa dan zegt. Van ja, Nederland, sorry, maar jullie hebben er zelf voor gekozen. Dus doe dat maar. Dat is niet wat Europa ons oplegt. Dat is gewoon niet waar. En ik zou graag willen dat we een keer van dat frame afkomen dat wel waar is. En die vogel- en habitatrichtlijn, dat is instandhouding van de natuur. En hoe je dat doet, dat zal de EU gewoon een zorg zijn. Als je het maar in stand houdt. Maar we worden hier allemaal voorgehouden dat in Europa wordt gezegd van, ja, nee, maar jullie doen zo slecht op stikstofgebied en dat mag niet en daarom mogen we niks. Dat is gewoon niet waar. Dank u wel. Was het volgens mij ook dezelfde vraag als de heer Epping, volgens mij? Ja, ja, deels. Ja. Het is, ik ben blij dat wij binnen de Rijksoverheid zo'n goed team, en ook binnen LNV, maar ook onze landsadvocaat, dat wij zo'n goed team aan juristen hebben. Omdat je als minister inderdaad niet en jurist en econoom en bioloog en alles tegelijk kunt zijn. Dus ik ben ontzettend blij altijd met onze zeer professionele ondersteuning. En dan is het inderdaad een verschil. Dat wilde ik wel heel even gezegd hebben. In de VAR staan soorten die beschermd moeten worden. Dat klopt. Niet de drukfactoren. Die staan niet in de VAR. Dus de stikstof staat niet in de vogelhabitatrichtlijn. Daar heeft mevrouw van der Plas echt van A tot Z gelijk. Brand, droogte staat ook niet in de vogel- of habitatrichtlijn. Of het feit dat wij plat trappen, wat planten plat trappen. Het zijn allemaal drukfactoren die schadelijk kunnen zijn op de natuur. Die staan niet in de VAR. Wat in de VAR staat, is het verslechteringsverbod. Niet de drukfactor. En dat verslechteringsverbod maakt, daar kunnen wij niet aan voldoen. En
Brussel zegt dus niet tegen ons, dit leggen jullie jezelf op. Nee, Brussel zegt, jullie kunnen je verslechteringsverbod, daar kunnen jullie niet aan voldoen, vanuit het Europees beschermingsrecht. Zo simpel is het. En dan zul je dus moeten werken aan je drukfactoren. En in Nederland is de situatie dat stikstof gewoon een hele grote drukfactor is. Mevrouw van der Plas. Maar één van de. Mevrouw van der Plas. Ja, maar dat is niet wat Europa zegt. Dat zeggen wij zelf. Dat zeggen wij zelf. Maar goed, dit is een oeverloze discussie. Ik wil het nog wel duidelijk gemaakt hebben. Want het is niet zo dat Brussel zegt van, omdat jullie te veel stikstof uitstoten, voldoen je niet aan de richtlijn en noem maar op. Dat is gewoon niet waar. Ik heb één laatste vraag voor de minister. De minister heeft een brief geschreven op verzoek van ons over het stikstofkaartje. Dat komt er eigenlijk op neer dat een wensenlijstje van natuurorganisaties leken via een WO-verzoek aan de basis te zijn van een stikstofkaartje. En de minister die schreef vandaag dat ze een verkenning heeft gedaan naar mogelijke maatregelen voor Natura 2000 gebieden die bij Staatsbosbeheer in beheer zijn. Een mogelijke verkenning. Maar in het appje van Staatsbosbeheer, daar staat heel wat anders. Daar staat namelijk in dat zij een vertrouwelijke vraag hebben gehad vanuit LNV om in het kader van het transitiefonds landelijk gebied een quickscan te maken van kansen en herstel en voor realisatie van nieuwe natuur. Buiten het natuurnetwerk Nederland. Dus ook buiten de Natura 2000 gebieden. En in het appje stond ook LNV wil het transitiefonds in werking, voordat het transitiefonds in werking is, wil LNV al kansen pakken en al uitvoeren. De quickscan is uitgevoerd en aan LNV gestuurd en ook voor Limburg. Een vertrouwelijke vraag, een vertrouwelijke uitvraag, dat vind ik wel wat meer dan dat de minister in een brief schrijft dat ze een verkenning heeft gedaan naar mogelijke maatregelen. Dit staat gewoon echt compleet haaks op elkaar. Dank u wel, de minister. En ik wil vragen aan de minister, wat is het nou? Want dat appje, dat is gewoon letterlijk. Dat staat gewoon letterlijk op papier in dat WO-verzoek. Kan iedereen gewoon opzoeken. Dank u wel, de minister. Ja, voorzitter, wij doen continu uitvragen, juist aan de voorkant. Als ik alles... achter mijn eigen bureautje in mijn uppie moet gaan zitten bedenken. Zo werkt het niet. En dat geldt ook voor de ambtelijke teams waarmee wij werken. Wij staan in het land tussen de natuurorganisaties, tussen de boeren, tussen al onze stakeholders, VNO-NCW, noem maar op. Alle stakeholders, daar zijn we mee in gesprek. Daar toetsen we dingen, daar doen wij uitvragen. Ja, dat is de manier waarop wij werken. En dan verwerken we dat in nota's en beslisdocumenten en dergelijke. Mevrouw van der Plas. Voorzitter, de minister zegt in de brief dat ze een verkenning heeft gedaan naar mogelijke maatregelen voor Natura 2000 gebieden die bij Staatsbosbeheer in beheer zijn. Is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. In het appje staat heel iets anders. Een vertrouwelijke vraag, ja tuurlijk, dat snap ik ook wel, dat je af en toe vragen stelt. Ik snap ook dat het in vertrouwelijkheid gaat. Maar om in het kader van het transitiefonds landelijk gebied een quickscan te maken van kansen en herstel en voor realisatie van nieuwe natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland, dus buiten de Natura 2000 gebieden. En LNV wil voordat het transitiefonds, dat is 25 maart in de pot, in werking, voordat het transitiefonds in werking is, al kansen pakken en al uitvoeren. Dat is iets heel anders van, ja. Voorzitter, we vragen wel vaker wat. Nee, dank u wel. Dit is gewoon heel wat anders, hoor. De minister. Klopt. Ja. Nee, maar voorzitter, ik kan mevrouw van der Plas echt geruststellen, ook op dat uitvoeren. Het appje ken ik niet, dat zeg ik ook meteen heel eerlijk. Ik heb niet alle appjes van iedereen. Dus dat specifieke appje... Maar ik kan mevrouw van der Plas geruststellen. Wij doen heel vaak uitvragen, maar dat is verder niet verwerkt. Ja, wij doen vaker uitvragen, ook bij natuurmonumenten, ook bij natuurorganisaties. We hebben in het Nationaal Programma Landelijk Gebied hebben we verschillende doelen met elkaar te halen. Of dat nou stikstof is, water, klimaat en natuur. En daar doen wij verkenningen op. Laatste vraag van mevrouw Van der Plas. Dat is heel gangbaar, zo werken we. Ja.
Laatste vraag, mevrouw Van. Nou, ik heb echt het idee dat de minister... We hebben de brief van de minister gehad. Die is ondertekend door de minister. Deze brief is waarschijnlijk door iemand anders geschreven, maar dat maakt niet uit. Ik schrijf ook niet alles helemaal zelf. Maar de minister weet gewoon helemaal niet waar het over gaat. Ja, ik lees niet alle appjes. Dit appje, mede, was reden voor onze vraag. En dan wordt er teruggeschreven dat we een verkenning hebben gedaan. En dan kan de minister zeggen, ja, maar ik lees niet alle appjes. Dit is een heel essentieel appje. Hier worden gewoon Staatsbosbeheer gevraagd om te kijken naar natuurgebieden buiten Natura 2000 gebieden, om een quickscan te maken, om te kijken wat er nog aan nieuwe natuur te realiseren is. Gewoon een hele concrete vraag. Ja, en dat is de reden waarom wij vroegen van staan die wensenlijstjes van natuurorganisaties dan aan de basis van het stikstofkaartje. En ik zal het afronden, ja. Maar ik wil graag een nieuw antwoord. Want het antwoord wat we hebben gehad, daar blijkt de minister dus kennelijk helemaal niks van te weten en kent het appje ook niet eens. Dus ik zou willen vragen om een nieuwe brief met een gedetailleerdere brief, want dit was ook een brief van anderhalf kantje. Ja, zo. Volgens mij ben ik nog steeds aan het woord. Volgens mij was ik nog steeds aan het woord, toch? Oké. Dus ik wil graag van de minister gewoon een nieuwe brief met gewoon een duidelijk antwoord op onze hele heldere vraag op basis van dit WO-verzoek wat is gedaan, waar ook nog meer documenten in staan, overigens. De minister. Ja, voorzitter. We hebben een verkenning uitgevraagd. En dat heb ik bevestigd in de brief. En dat is niet betrokken bij het kaartje. Maar we hebben wel met elkaar ook doelen op water, klimaat, stikstof en natuur. That's it. En ik wil dat nogmaals bevestigen in dezelfde brief. Maar het is een verkenning geweest. En daar ging het kaartje niet over. De minister geeft aan dat ze er nog een keer naar gaat kijken. Ja? Dat is prima. Ja.